Kevin op de mensen van hier. Leuk te kijken naar een nieuwe aflevering van Survival Craft. We zijn terug in het Survival Craft. Het is nacht op dit moment, dus ik ga eerst slapen. En ik moet nog steeds een nieuw bed maken. Hiernaast. Wat ik altijd vergeet. Maar wat gaan we in deze aflevering doen? Laten we beginnen met de dagelijkse dungeon. Even kijken wat de beste wapen is dat ik bij me kan hebben. Dat is niet dit wapen. We hebben een Bleeding. Smite 4 en Stormbring 1. Ik denk dat het het beste wapen is. Dan heb ik een normale actie. Gewoon hier wel bij. Eet en een Via. Ik heb geen idee waar ik het mee moet. Even wat Golden Apples voor het geval dat. Dan Armor-wise. Het is de beste armor. Cyborg. Die gaan we even fixen. Dus fix. Commander hebben we gekocht. Dan hebben wij een Taunt Protection. Chestplate, Shield, Heal. Oké, heb ik een betere leggings? Dat zijn protection leggings. Chestplate ook. Okay. Leggings waren toch goed? Ja, de leggings hebben we goed. De chestplate. Ik heb geen goede chestplate. Ik heb wel deze boots. Die zijn beter en zijn jump boots. Dus waarom niet dan? Oké, nou even kijken. Hup. Oké, okay. Doet hij iets? Ja, oké, okay. Je kunt zien of hij doet. Prima, dan hebben we het goede wapen, de Golden Apple. De pickaxe laat ik achter, voor nu. Die heb ik niet nodig, en we nemen deze Golden Apple mee en die niet. Prima, dus wat we gaan nu doen, we gaan op weg richting... Alle armen is goed. De chest ga ik even... chest fix. Prima. Dus dit is de armen die we nu aan hebben. Dus wij gaan even richting de tempel. We gaan naar tempel nummer 1. En... Oké, okay, dat was niet de bedoeling. Kan ik hier omhoog jumpen. Ik heb daarbij iets gevonden wat ik ontzettend fijn vond in IP10. Als je naar options gaat en je gaat naar... even kijken, waar ga ik weer heen? Naar controls en je zet autojump. Off. Ja. Dus, wat betekent dat? Als ik nu tegen dit blokje aanloop, jump ik niet automatisch meer. En dat vind ik ontzettend fijn. Gewoon omdat het ontzettend fijn is. Nu hoef ik dus niet meer elke keer... Oh, dit bedoel ze de vorige keer met de rivier oversteken. Oh. Dus nu hoef ik niet meer elke keer... Maar met jump boots is het enorm lastig om dat heel automatische springen in te houden. En ik vind het sowieso irritant. Dus je kunt gewoon uitzetten in P10. Dat wist ik niet. Daar kwam ik dus laat toevallig achter. Toen ik bij mijn controls keek, zag ik toevallig staan. Dat is heel fijn. En daar zien we de temple, of de dungeon waar we heen gaan. Dus dat gaan we even natuurlijk mooi doen. Oude schapen hier. We gaan een begin maken na deze dungeon met onze paardenstal. Want de paarden moeten we ergens in gaan opdelen. Ik heb al een paar koeien verzameld. 2 koeien om precies te zijn. En ik heb ze al 1 keer gebreed. Dus koeien hebben we al. We moeten alleen nog wat kippen hebben. Waarom? Kippen zijn goed voor veren. En veren kun je pijlen van maken. Dus ja, is ook belangrijk. We zijn er. Ik hoor ze erin zitten. Ze zijn er weer. Ze zijn er weer. Ik zag hier net eentje. Yep. Yep, dat is een zombie. Zombies! Is er wat eten? Gaan we naar binnen gaan? Gelukkig is het overdag buiten. Komen er geen zombies in de rug. Hallo? Wat is dit? Oh, een stormbringer zwaard zorgt er namelijk voor dat... De boel in de fik gaat. Ik heb een. Wij hebben de tempel in de fik gezet. Oké. Oké, go. Go. Oh fuck. Oh fuck off. Oh fuck off. Oké, wij gaan de loot pakken. Oh no! Oké, pak de loot, pak de loot, pak de loot, pak de loot, pak de loot. Oké. Go, go, go! Oh my god! We hebben de dungeon laten afbranden. Hoe kan dit? Wat is er aan de hand? Waarom als ik een zombie sla... Wacht even.
Oh, I get it. It is de bliksem. En lithium glycerin melon. Oh my god. Dit is enorm slecht. Dit is iets wat ik niet had gewild. Serieus niet. Nee. Wij hebben een dungeon in de fik gestoken. Kijk, jij gaat de fik niet in. Oh, toch wel. Wacht, zit ik weer in guard mode? Ik zit in guard mode. Oké, ik zag het, dacht ik al. Ik heb de loot niet gekeken. We gaan dit alle... waarom denk je, waarom dit loot eruit haal? Ik haal de loot eruit, omdat... ik haal de loot uit, omdat anders de kist afbrandt en de loot verbrandt. Oh god. Op zich ben je erg sterk, maar... Oké. Oh god. Oké, als die baas even fucking kan oprotten. Oké, hij is dood. Alles wat hij nu verbrandt is dus... Ja, dat is allemaal weg nu. Jongens, wij hebben een dungeon gemold. Yep. Wij hebben een dungeon gemold. Oh my. Kunnen de chesten niet afbranden? Hey, stop met branden. Oh god. Er is geen redder meer aan. Er is hier geen redder meer aan. Echt niet. Oké, Oké, wat ik nu ga doen is, we gaan straks home. Pak eventjes een ander zwaard. Dit zwaard. Zo. Ga even flashback. Ook al mag ik het eigenlijk niet gebruiken. Oh god, ik kan het toch niet meer gebruiken. Het werkt toch niet. Wij hebben een groot probleem. Tenminste, ik heb een groot probleem. Ik heb een tempel gemold. Eigenhandig. En ik weet niet hoe het komt. Dat is het idioot zit eraan. Ik heb een tempel gemold en je kunt in de verte gewoon zien dat de tempel aan het afbranden is. Ja. De server gaat enorm boos worden op mij, denk ik. Ja. Ik heb een tempel gemold. Hoe komt het? Blijkbaar is de tempel niet bestand tegen vuur. En zeker niet tegen een zwaard met stormbringen. Want wat doet stormbringen? Stormbringen laat de bliksem inslaan op de tegenstander waar die dat met slaat. Dit is de kans van zoveel procent dat gebeurt. En dat gebeurt nu dus ook. En wat je krijgt, het gebouw is van hout. Dus wat gebeurt er? De bliksem zorgt voor vuur. En het vuur zorgt voor dat het gebouw afbrandt. En dat is er dus net gebeurd. Dus, wij hebben de loot kunnen redden van het verbranden. Wij moeten er 2 mobs verslaan om de loot officieel te mogen krijgen. En ik denk dat wij dan daarna een enorm groot probleem hebben. Want wij hebben een dungeon gemold. Misschien dat hier nog wat van te maken valt. Misschien een soort van verbrand huis dungeon. Ik weet het niet. Maar ik denk dat wij een heel groot probleem hebben. Oké, we gaan dit eerst een beetje blussen, met z'n allen. We gaan even blussen, kom. Jongens, er valt hier niks te blussen, zeg ik eerlijk gezegd. Hoi, ik heb een ander zwaard. Dit zorgt er niet voor dat... Je bent dood. Ja, en jij nog. En hij brandt nog steeds door. En hier ligt ook iets. Oké. En wat loot hier de dopte? Een shovel en... Ik denk niks. Nee. Oké, dus wat is de loot? Fire protection 3, dexterity 3 boots.
Dat betekent 4 Unbreaking 3 Taunt 2 Iron Chestplate. Smite 3 Knockback 1 Zwaard. Are you kidding me? Geen custom enchant. Oké. Fire Protection 2. Fiery 2. Fiery zorgt ervoor dat wanneer een enemy mij raakt die in brand vliegt. Fire Shield 1 zorgt ervoor dat wij bestand zijn tegen vuur. En we kunnen lava zwemmen. En Shield 1 zorgt ervoor dat we extra hartjes krijgen. Dat stackt by the way niet. Dus we hebben hier Shield 2 en hier Shield 1. Dat zorgt er niet voor dat wij Shield 3 hebben. Dat stackt dus niet. Alleen de hoogste waarde is de Shield 2 en werkt. We hebben dan een... Die hebben we net gehad. En we hebben nog leggings met Protection 3. Dit is een hele slechte loot. En er zijn nog een paar blokjes aan het branden. We gaan die even... Als ik kan... Ga ik even alles blussen. Dat was het dan, jongens. De tempel is... Volledig. En dan ook volledig afgebrand. Alles is wel afgebrand. Oh, you shitting me. Dat was dus de kist waar de boeling in zat. Dus het is dus niet weg. Maar de kist eromheen volgens mij wel of niet? Nee. Oké, kisten kunnen dus blijkbaar niet afbranden. Maar, arme Piggy. Ik ben het, Piggy. Wij hebben een... tenminste, jij niet. Dat was ik volledig. Wij hebben een... En een tempel af laten branden. Waar de server enorm boos op mij gaat zijn. Dat ik dit gedaan heb. Nou, weet je wat we gaan doen? Ik ga nu even iets bedenken. Waarvoor wij misschien deze tempel nog kunnen redden. Want op zich is hier wel wat van te maken, eerlijk gezegd. We kunnen hier wel een heel... Het is wel op zich wel van de vet als je het aankomt. Ziet er op zich best wel cool uit. Het verbrande tempel. Op zich wel. Als we dit dan allemaal weggraven zo. We maken een mooi... soort van... stone bricks achter iets eronderin. Dat zou mooi kunnen zijn, ja. En dan laten we de rest gewoon boven hangen. Dat ziet er best wel cool uit. Als we de grond allemaal weghalen. En dit allemaal weghalen. En dit kunnen we misschien wel laten staan. Misschien kunnen we dat van de server nog wel wat van maken. Maar... Wij hebben een server laten afbranden. I can't believe it. Ik kan nog steeds niet geloven dat we dat gedaan hebben. Ik kan nog steeds niet geloven. Hier is de loot. De loot is meh. Niet al te goed. Nee. Maar. Ja. Zien jullie dit zwaard? Ik denk dat we die niet de tempels meer gaan gebruiken. Maar de andere tempels ook verhoudt. En. Ja. Ik denk dat wij heel gauw een tempel kunnen kapot maken zo. Dus we gaan deze niet meer gebruiken voor tempels. Nee, nooit meer. Ik wil niet nog een tempel laten afbranden, want dan dan wordt ze zelf heel boos op mij. Dus ja, we gaan even slapen nu. Oh my god, we hebben de tempel laten afvikken. Ik kan nog steeds niet geloven dat we dat gedaan hebben. Echt niet. Echt serieus niet. Oké, nou, het is gebeurd. Wat er gebeurd is, is gebeurd. Ik ga even reloggen om die naamdingen erboven weg te krijgen. Want blijkbaar gaan die dingen niet weg. Dus. Ik ga inloggen. Nice, oké. Nou, de loot. Daar gaan we eens even naar kijken. Oh, de loot. Ja, we gaan niet kijken. We gooien de loot hier even in. Ik ga zo nog wel een. Uitzoeken wat ik waar natuurlijk ga plaatsen. Waar heb ik een. Ja, dit heeft te maken met de inloggen van de plugin die zorgt dat jij 6 jump kan kopen. En je krijgt het veertje ook keer wanneer je inlogt. En ik wil dat ding gewoon helemaal niet. Dus wegwezen jij. Ik wil even testen wat er gebeurt als je opklikt. Dat gebeurt op dit. En wij vallen door, of niet? Ja. Yeah. Oh my god. Waarom geeft de server mij zo'n VEA? Wat moet ik ermee? Dit is een zelfmoord VEA. Dit is zelfmoord. Are you... Waar is andere loot? Oh, hier is andere loot. Nou, heb ik alles nog? Ik heb alles nog. Oh my god, jongens. Wat een aflevering. Ik kan nog steeds niet geloven dat wij een... Oh,
Stop met die dingen teruggooien in mijn inventory. Ik hoef die dingen niet. Ik gooi ze dan niks voor niks weg. Jij ook en jij ook. En de butters, die komen van het verbrande gebouw. Dan kan ik dit ding opeten. Ik wil dat ding terug. Oh my godness. Ik haat dit. Weg met jullie. En jij kan ook weg. Dank het, Sean. Dit ding geeft ervoor dat... Dit ding zorgt ervoor dat ik nooit meer... Oh my god. Dit ding zorgt ervoor dat ik nooit meer honger heb. Dat is goed. Oké. Okay. Nou. Hier zo'n mooi weilandje met paarden erin. Hier zo'n mooi weilandje met koeien. En dit is het materiaal waar wij dit van gaan maken. Even kijken. Gaat de saturation dadelijk weer normaal doen? Of moet ik die in mijn balk houden? Nee, ik moet het lekker in mijn balk houden. Oké, okay, nou, ik heb geen idee wat... Maar dat is best een goed, fijn ding. Oké, okay. Wij gaan dus de rest van de aflevering gaan wij beginnen met het... Of verder gaan wij het bouwen van... verder, ik ben nog helemaal niet aan begonnen. Maar we gaan het bouwen aan onze stal voor de paarden. Dat is nu dus keihard nodig. Dus nu gaan wij eventjes kijken. Hoe gaan we hem maken? Ik dacht van, we gaan deze dingen gebruiken in de hoeken. Dat zeg, hier is de hoek. En hier is de hoek. En dat is hier de hoek. Dit is de hoek van de paardenstal. Zo. En aan deze natuurlijk. Daar of niet? Nee. Daar. En ik heb geen pickaxe. Nou, we gaan even de pickaxe halen. Dus, ja. Ik ga zo dadelijk na de aflevering even bespreken met de server wat we daar gaan doen. Voor de tempel. En waarschijnlijk gaan wij dan... volgende aflevering... Zal de tempel klaar zijn? Of komt een nieuwe tempel op de plaats van? Of we gaan deze tempel zodoende aanpassen dat die zo is als die nu is. Of zodat wij hem misschien willen maken. En wat ik wil doen is gewoon hier zo'n hoekje maken. Zo. En hier een hoekje. Van normale bricks. En dan hebben wij hier natuurlijk de ingang zo. Van de paden waar ze naar binnen komen. Dan plaatsen we die en die hier. Dan hebben wij hier hetzelfde. En hier hebben wij ook hetzelfde. En dan hier ook hetzelfde. Hier komt nog gewoon ramen in. En deze kant is dan ook gewoon ramen. Even kijken. Zo, zo. En dan. Zo, zo, zo. Zo en zo. En dan hier moeten ze natuurlijk ietsjes hoger. Jump boots zijn geweldig voor dit. Zo. En hier en hier en. Zo. Oké. Okay. Perfect. Dan de rest van de hoeken wordt allemaal stone. Bricks, zo. Ik had ik jump even op. Is dat makkelijk zo? Zo. En hier was hetzelfde, by the way. Nee, die moet weg. Ja. En dan was het zo, zo en dan zo. En dan zo. Oké, okay. Hoe ziet het eruit? Oh, we zijn net die hoek nog even vergeten. Zo, hoe ziet dit eruit vanaf de verte gezien? Ja, het ziet er aardig uit. Alleen, is het groot genoeg voor een aantal paarden? Ik denk het eerlijk gezegd niet. Hij is veel te klein. We hebben een probleem. Met name die koeien zijn een probleem. Ik heb weinig ruimte zo. Want op zich is het mooi. Kunnen we hier twee paarden inzetten, maar dat is het dan gewoon. Ja. Ik heb een bel nodig. Om het hout weg te halen hier. Oké. Okay. Dus ja, ik heb geen idee hoe we dat nou gaan doen met, kijken, bel, hier is de bel. Oké, okay, dus ik heb geen idee hoe we dat nou gaan doen met de, nog een koe. Hey, nog een koe. Saturation is zo goed, ik hoef niet te eten als ik dat in mijn inventory heb. Dat is fijn, dat is wel fijn, ja. Weet je wat we kunnen doen? We kunnen eventueel dit weghalen en dan een soort van wei maken waar ze in kunnen lopen. Zou kunnen dat we een soort van vrijloopbaar iets hebben. Dat we ook in de stal kunnen lopen. En als we dan hier ook naar buiten kunnen lopen. Dan gaan de koeien dus daarin. Zou kunnen, ja. Of we gaan dit eruit graven. En we gaan hem aan deze kant van groot maken. Ik denk dat we dat gaan doen. Ja, dus wat we gaan doen is we gaan... Oef, wat is een silk touch? Oh, dit is een silk touch shovel. Oh.
Ik dacht gewoon een efficiency 5, want ik heb al zo'n shovel, en dat is efficiency 5 shovel. Zo, en dan hier. Oké, we moeten een heel stuk eruit graven, dat sowieso. We gaan de paard wel echt niet afkrijgen vandaag. Nee, dat denk ik niet. Dan gaan we de volgende aflevering gewoon weer verder. Dan hebben we in ieder geval wat te doen de komende afleveringen. Gewoon het farmen gaan we ietsjes... we gaan het proberen ietsje... Wacht, ik heb een... Hop. Oké, nou mooi. Is ook weer weg. Oké, terwijl ik het allemaal weg heb, zodat ik hier wat meer ruimte heb voor de stal. Ik geef ook glowstone, dat is handig. Kun jij glowstone blokken van maken. Hoef je niet speciaal van een nette. MCMO. Voor mij wil je level 15 zijn in excavation. Om dat te kunnen krijgen. Of 25, even de 2. Ik weet niet precies wat. Oké. En dan moeten we dit weghalen. Ik krijg soms gewoon twee keer een dubbele drop van cobblestone. Zeg wel, hoef ik dat niet echt te hebben, maar het geeft MC mij gewoon. Zo, en dan shovel. En dan kun je die twee even weghalen. Oké, nou. Dan gaan we hier even kijken naar dirt. Nee, doe die dirt maar. Is virus. What the fuck? Ik wou die andere dirt. Gaan we hier een beetje meer... Ik wou deze dirt eigenlijk hebben, maar... Kom. Oh god. Dan kan ik er niet bij. Ik wil het een ietsjes meer ruimer maken, zo. En hier ook zo. Die boom kan nog blijven staan voor nu. En dit blijft ook zo staan. Oké. Dan gaan we dit uithalen. Zo, dit halen we natuurlijk uit, zo. Die ook. Dan minen we dit stukje weg, zo. En hier ook. En dan gaan wij er nog eentje hier plaatsen, zo. En deze kan hetzelfde. En dan hier nog eentje. En dan hier op deze kant of zo. En dan... Hoe gaan we dat hier doen? Ik denk gewoon dat we hier gewoon zo verder gaan. Kijk, of was het 4? Oh, creeper! Oké. Creeper. Je hebt me weer geflikt. Ha! Maar nu heb je niks meer geflikt. Haha. Oh shit, we hadden toch wat houtblokje kwijt. God damn it, creeper. God damn it. Zo. En oh, dan moet toch de boom weg. Nou. Ik had heel even hoop om te blijven leven. Maar nu is de hoop toch weg voor jou. Je moet toch helaas vertrekken. Oké, hier is een gat. Even dichten. Daar heb ik last van de bladeren. Aangezien er een boom naast zit, denk ik niet dat ze allemaal weg zullen gaan. Crap, jammer. 2, 3, 4. God damn it. Dan moet ik deze boom ook komen maken. Nou, boom. Dat is dus je vriend. Wat jij ook omgehakt. Moet je maar niet in de weg staan. Zo werkt het in deze wereld. Als je mij in de weg staat, dan overleef je het niet. Ik ben altijd gemeente gebomen. Ik kan er niks aan doen. Nou, dus dan moet die boom even weg. Oh god, er is nog een boom hier. Moet ik de bomen even van elkaar scheiden. Zodat het in ieder geval weg kan gaan. Oké. Nou, dan kan dit even weggaan langzamerhand. En dan kan ik hier verder bouwen. Aan de stal voor nu. 1, 2, 3, 4. En dan hebben wij... 1, 2, 3. Oeh, dit komt er goed uit ook nog. 1, 2, 3, 4. En dan... Tik, tik, tik. Oh, dit komt goed uit ook nog. Zo. Dus, alleen hoe we het gaan doen, weet ik eigenlijk niet. Komt goed uit, maar hoe ik de stal wil maken, weet ik nog niet. Maar het komt wel goed uit. Dat hebben we in ieder geval al binnen. Ja, het komt goed uit, dus ja, dat is mooi.
Dan gaan wij nu de hoekje. Terwijl een vark in het water zwemt. Het kan. Je komt van allerlei dingen tegen je. Dan hier zo omhoog. Dan zo. Zo. En dan tik, tik, tik. En dan hier ook twee omhoog. En dan hier. 1, 2, 3. Voor 2. En dan hup. Nee. Damn it. Dat wil ik niet. Ik wil die in het midden. Weg hebben. Ja. Die en dan. Zo. Die. 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 En dan heb ik, kom, heb ik nog genoeg van die priks over. Ik hoop het. Oké. Ik heb er nu nog 40. Oh, dat moet wel lukken. Dat moet denk ik wel lukken. Dan gaan we hier hetzelfde doen. En dan. Hier doen we ook. Even kijken, doen we dat zo? Of maken we dat van priks? Nee, laat het gewoon zo. Ik hoor een zombie, ik heb geen idee waar die is. Ik ga wel slapen, anders komen de creepers weer. En dan hebben we straks de hele stal weg. Ripstal. Rip, rip, rip. Dus dat is ongeveer de vorm hoe we dat gaan maken. En hoe we de, waar we de paarden in zitten, dat maakt me eigenlijk niet zoveel uit als maar in een huisje staan. Ofzo. En als ze niet weglopen. Maar paarden hebben nog wel eens het idee dat ze weg willen lopen. Je dacht, ik kom maar even door. Dat had je verkeerd gedacht, zombie. Dat had jij verkeerd gedacht. Oké. Dus wat we kunnen doen is, we kunnen... laten we zeggen... Dat wij aan deze kant een stal maken. Kijk, heb ik nou echt hekjes? God damn it, zombies. Zijn er nog meer van jullie? Ik heb geen idee wat ze zijn. Het zit me eigenlijk ook niet. Nog even kijken of ik nog hekjes heb. Ik denk het eerlijk gezegd niet. Nee, ik heb sowieso geen hekjes meer. Ik heb een heleboel hout in de kist zitten, dus ik kan wel hekjes maken. Ik heb nog geen slash workbench, dus ik moet even craft table maken en die gewoon hier neerzetten. Die zet ik hier neer. Dan maken wij een heleboel sticks van dit en doen we die zo en doen we die zo, zo en zo. In ieder geval wat hekjes voor nu. Daar maken wij bijvoorbeeld er hier één stal van. Dat is de plek voor één paard of twee. Laten we zeggen hier kunnen twee paarden in. En dan kunnen er aan deze kant kunnen er ook twee paarden. En dan moet hier als een hekje of zo'n gat in komen waar je naar binnen kunt rijden. Oh nee, deze kant hoeft dat niet. Deze kant hoeft dat niet. Nee, dat is wel één hok. Dus hier kunnen twee paarden en hier kunnen twee paarden in. Prima toch? Ik denk het wel. En ik weet niet wat we in deze ruimte gaan doen. I don't know, ik heb geen idee. Dan moeten we alleen kijken hoe we dat gaan doen met de vloeren. Ik heb niet zo heel veel stone bricks over. Wat ik wel wil doen is ik wil dit uithalen. En dan wil ik wel bricks maken. Gewoon die ovens, die kan ik hier wel instappen. Dat is geen probleem. Ja, varken. Als jij graag een paard wil zijn en je wil in de paardenstal wonen, dan kan dat. Als je dat wil, dan kan dat. Zombie ging dood. Ook altijd mooi om te zien. 16 stuks over, dat is minder genoeg. Zo, hier komen we dus binnen. Dan heb je een hok waar de paarden in kunnen. En ik dacht gewoon dat zo gras laten, of niet? En dan gaan we hier natuurlijk glas in maken. Maar op dit moment nog niet. Dan gaan we denk ik de volgende aflevering gaan we kijken hoe we het dak gaan maken. Misschien, ik denk dat we het dak gaan maken van hetzelfde hout als waar ik hier mijn dak van gemaakt. Dat is dat dak ook, hoe het die van de boom krijgt bij spawn in de buurt. Die donkere houtskleur, dan maken we daar gewoon een dak van. Gewoon niet plat, maar gewoon net zoals bij ons het huis gewoon omhoog loopt. En dan gaat het in zo'n vorm zo. Dus ja, nou, dit is de nieuwe paardenstal. Dan heb je hier een weiland waar de koeien in blijven. En dan gaan wij hier kippen in stoppen. En al mijn aardappels zijn ook weer even volgroeid. Ja, dus dit is jullie nieuwe paardenstal, jongens. Bijna klaar. Bijna klaar. Ja, dus dit is gewoon het hok voor de snelle paarden. En dus dit is het hok voor de mindere paarden, laat het zo zeggen. Ja, dus ik denk dat we hier bij de aflevering gaan afsluiten. Voor deze aflevering leuk, voor de aflevering van Survivecraft leuk, laat natuurlijk een like achter. Abonneer als je nieuw bent en hopelijk zie ik jullie dan allemaal terug in de volgende aflevering van Minecraft Survivalcraft.